Je zou het bijna vergeten, maar dit weekend staat er nog een groot schaatstoernooi op het programma. In Heerenveen wordt namelijk nog het WK Allround verreden. Noord-Hollandse deelnemers zijn uiteraard Jan Blokhuizen en Koen Verweij. Maar ook bij de vrouwen doet er een Noord-Hollandse mee. Wie? Je kan even nadenken. Inderdaad, Irene Schouten. Ik had ook niet als doel gesteld. Ik had... Ik had vooraf doel gesteld dat ik top 7 NK Allround zou gaan rijden. En als je dan derde wordt en WK mag rijden, is echt onwijs gaaf. Schouten maakte dit jaar de definitieve overstap van het marathonschaatsen naar het lange baanschaatsen. Het bleek lange tijd geen goede beslissing te zijn. Het seizoen ging het eigenlijk helemaal niet. En trainingen gingen wel goed. Alleen ik snapte ook gewoon niet waarom het in de wedstrijden niet lukt. En sinds januari... Gaan de wedstrijden ook goed en op het NK helemaal top. Wat wil je daar nou doen? Of is het alleen maar mooi dat je er staat? Zo'n type ben je niet, denk ik. Natuurlijk is het heel mooi dat ik er sta. Maar ik weet niet hoe ik sta tegenover de buitenlandse concurrent. Omdat ik het hele jaar geen internationale... Of niet internationaal heb gereden op de lange baan. Dus ik weet niet waar ik sta. En ik wil gewoon PS rijden, zo goed mogelijk een race rijden. En hopelijk ook de 5 kilometer, dat ik daar aan de start sta. Ja, want tijdens de OKT haalde je ineens de 3 kilometer. Nee, mocht ik niet eens de 3 kilometer rijden. Maar tijden veranderen en komend weekend staat de 21-jarige Schouten in een uitverkocht T-half op het WK Allround. Ja, als ik er al aan denk, krijg ik al kriebels. Ja, echt super vet dat het gewoon uit is verkocht. Echt heel gaaf. Krijg je dan ook extra kaarten voor familie, dat die dan allemaal kunnen komen ook? Of werkt dat niet zo? Nee, het was al uitverkocht. Ik was allemaal familie en vrienden en vriendinnen die heen wouden, maar het was al uitverkocht. Dus aan de ene kant wel jammer, maar ja, gaat snel. Kan je dat niet alsnog iets regelen? Ja, ik heb wel een beetje onderling gevraagd of mensen nog kaarten over hadden en het is wel gelukt. Schouten start zaterdag met een rit over 500 meter. En wie weet kan ze verrassen door in de buurt te blijven van de regerend wereldkampioen.